attentie. Artiesten in uniform, dat klinkt tegenstrijdig, maar toch, het is mogelijk. De Koninklijke Militaire Kapel is een fascinerende collectie van artistiek muzikaal talent. Luistert u maar. Hoe onprettig het ook mag zijn, de oorsprong van de militaire muziek ligt op het slagveld. Door middel van trompet en tromsignalen stuurden de veldheren van toen de bewegingen van hun troepen. De ceremoniële schellebomen vinden hun oorsprong in het Aziatisch-Turkse krijgsverleden, waar paardenstaarten aan lansen aangaven tot welke groep de krijgers behoorden. Het agressieve geschut met schellenstokken zweepte de strijders op het slagveld op. Aan het einde van de 18e eeuw werden schellebomen als een soort van plechtstatig vaandel bij de Europese militaire korpsen ingevoerd. De schellenbomen van het KMK zijn een geschenk van koningin Emma in 1901. De vroegste geschiedenis van de kapel begint bij koning Willem I. Hij bepaalde in 1829 dat bij de afdeling grenadiers en de twee bataljons jagers een muziekkorps moest worden toegevoegd. 18 muzikanten en 10 zogenaamde kwekelingen traden aldus tot het korps toe. Het korps groeide uit tot een gerenommeerde blaaskapel. De Koninklijke Militaire Kapel stond mede aan de wieg van internationaal vermaarde taptoes Delft en Breda. Eeuwen geleden blies men 's avonds om 9 uur in garnizoenen een signaal dat de tap van het biervat toe moest. Zo zou het woord taptoe zijn ontstaan. Het signaal groeide uit tot een op zichzelf staand muzikaal evenement. Thank you.
De historische relatie van het KMK met het Koninklijk Huis komt onder meer tot uitdrukking in een van de meest eervolle ceremoniële taken van de kapel, namelijk het begeleiden van het staatshoofd naar de opening van de Staten-Generaal in de Haagse Ridderzaal. Op Prinsjesdag klinkt dan de temperamentvolle grenadiersmars. Bekend is dat prinses Louise van Pruisen het wijsje al omstreeks 1831 uit Duitsland meegebracht had. De toenmalige illustere kapelmeester François Dunkler arrangeerde het Holsteinse liedje, voortaan Turf in je ransel genoemd. Een hoogtepunt voor het KMK was de toekenning door koning Willem III als blijk van waardering en erkenning van de titel Koninklijke Militaire Kapel. Bij de verwelkoming van andere staatshoofden speelt de Koninklijke Militaire Kapel een prominente rol. Voor het ceremonieel onthaal, zoals hier bij de ontvangst van de koning en koningin van België, staan daarom de volksliederen van de meeste naties permanent op het repertoire. Bij het deftige aanbieden van de geloofsbrieven van nieuw aangetreden ambassadeurs verzorgt het KMK een erewacht. De ambassadeur voert formeel de inspectie uit. Het maatslaan is of moet een automatisme zijn voor een dirigent. Hij moet als hij de partituur ziet, dan moet hij automatisch een beeld hebben van datgene wat hij gaat dirigeren. Althans, wat hij in dynamiek en in speelmanier probeert eruit te halen. Dat moet een automatisme zijn. Waar een dirigent zich op moet concentreren tijdens het musiceren, is vooral de emoties uit die muziek halen. Natuurlijk gebeurt dat via gebaren, maar het moet niet zo zijn dat een dirigent in een partituur op een gegeven moment gaat denken, oh god, oh zo, dat moet ik zo dirigeren, oh pas op, daar komt de formaten, dan moet ik op, hoe gaat dat ook alweer? Dat moet een automatisme zijn. Daar moet je niet bij na hoeven te denken. Pop, pom. Pop, pom. Sterk. Marcato, 3 en legato, piano en di crescendo, formaten. Nog steeds is het zo dat de KMK een bepaalde roem heeft. En die is niet gering op dit moment. Dus vind ik ook dat we een bepaalde verantwoordelijkheid hebben. Willen we de kwaliteit van de KMK
naar buiten uit en voor onszelf op een hoger pijl nog brengen, dan moeten wij ons bezighouden met muziek die telkens opnieuw ook een uitdaging is voor de mensen die erin zitten. Deze. Oh, moet ik even kijken wanneer die, of dat hier op staat. Ik weet wel dat die 14,50 kostte, dat staat er ook nog op. Ja. Maar wanneer die opgenomen is, dat weet ik niet. Onder leiding van Anne Possumus. Zo leerde ik de KMK kennen. Via deze plaat. Maar dat vind ik wel... En toen dacht ik al bij mijn eigen van... Jemenee, daar moest je ooit eens een keer dirigent van kunnen worden, van zo'n orkest. Die weg die we nu gekozen hebben, het toch een beetje het traditionele repertoire, het symfonisch repertoire dus, en de originele blaasmuziek, daar sta ik achter en dat wil ik blijven doen. Waar ga je van zweven? Kijk, de bedoeling is natuurlijk dat je... laat ik het even zo zeggen. Ik ga van de muziek die ik speel, ga ik zweven. De Koninklijke Militaire Kapel vervult, naast zijn militaire, ceremoniële en traditionele hoofdtaken, een belangrijke taak als schakel tussen defensie en de burgermaatschappij. Aan de goede band met de Nederlanders wordt op een stijlvolle manier gestalte gegeven. Het publiek geniet van de vele concerten die de kapel in Nederland en in het buitenland geeft. Een droom van iedere dirigent en muzikus is te kunnen concerteren in een van de beste concertzalen ter wereld, het Concertgebouw in Amsterdam.
Nou, wat zei ik u? Fantastisch, toch? Het internationale elan van het KMK weerspiegelt zich ook in de lichte symfonische muziek. Buitenlandse tournee is bij uitstek een gelegenheid om deze internationale kwaliteit waar te maken. Uitdaging om tijdens het Wasbi Festival in Valencia het Spaans publiek met je muziek te veroveren. Koninklijke militaire kapel smelten militaire tradities en muzikaal talent samen in de symfonische blaaskapel, die met recht en eer het predicaat koninklijk draagt.